Bam! Twee fucking elvenhals. Holy shit, ik heb geluk gehad. Twee naast elkaar. Als hier geen enchanted books in zitten, weet ik het ook niet meer. Yo mensen, mijn naam is Damien en welkom terug bij weer een gloednieuwe Lord of the Mod Survival van XNL. Jongens, holy shit, ik ben eindelijk bijgekomen van de vorige episode. Ik zit hier een soort van in Phonobor, wat er nog van is. Er zitten gaten in het dak, ik heb geen idee hoe die er zijn gekomen. Oh, die heb ik waarschijnlijk gewoon zelf gemaakt. Maar er zitten gaten in de vloer, de muur is een beetje kapot, de berg is een beetje vaag, er zitten soms gaten in de berg. De Mountain Troll Chieftain is in ieder geval dood. Ik had hem in Game Mode 1 gekillt en heel veel van jullie vonden dat echt heel kut. Dat kan ik me voorstellen jongens, ik was niet goed voorbereid om het te doen. Heel veel van jullie zeiden ook van, Damien, je mag best het zwaard in cheaten. Dus dat is het Condolinian zwaard. Even kijken, waar zit die? Deze. Jullie zeiden van, Damien, cheaten maar gewoon, het mag van ons. Ik zeg zelf jongens, ik zeg nee, ik ga het niet doen. Ik heb hem inderdaad in Game Mode 1 gekillt. Het is niet eerlijk, ik had misschien beter voorbereid moeten zijn. Dus dat is wat wij nu gaan doen. Wij gaan ons nu voorbereiden op het volgende gevecht als ik die dude weer ga spawnen. Misschien hier, misschien ergens anders, we gaan het zien. Even kijken, heb ik nog meer eten? Yes, we doen even al het eten in, jongens. There we go. Oh, dat kan ook nog in. Oké, maakt niet uit. Dit kan trouwens niet in een Dwarvenforge, want dat is een beetje, ja. Het is ook raar, je kan natuurlijk niet iets hierin doen, want een Dwarvenforge is veel te groot om eten in te doen. In de film dan, tenminste. Of nou ja, jullie snappen het wel. Anyway, ik zat eens te kijken op de Lord of the Rings Mod Wiki van wat kunnen wij nou doen om ons goed voor te bereiden en zo. Wat kunnen we doen? Ik had eens even een beetje rondgekeken en toen kwam ik, even kijken, waar is hij hier? Toen kwam ik hierbij. Een High Elven Hall. Deze dingen staan in linden, zoals je kan zien, in de biome. Ze spawnen niet heel vaak, maar als je er eentje tegenkomt, dan heb je heel erg geluk. Want er zit heel veel eten in. En, jongens, als je hier kijkt, treasure chests met enchanted books. En die zijn zeldzaam, dus je moet ook nog geluk hebben als je er eentje vindt. Wat is dit? Miluvur. Even kijken, is dat een drankje of zo? Oh, dat heb je dus ook. Oké, nou in ieder geval, ik ga voor die enchanted books. Want ik zat ook bij mezelf te denken van... Eigenlijk klopt het niet helemaal als ik een enchantment table zou maken. Want het zit met een reden, zit er geen diamond in de mod. Heb ik gehoord. Dus als ik dan een enchantment table zou maken en daar mijn wapens in zou enchanten. Dat klopt niet helemaal. Dus ik wil het toch op de legit manier gaan doen. Oftewel, we gaan straks even naar Linden. Hopelijk vinden we dan een High Elven Hall. En hopelijk zitten daar een enchanted books in. Een anvil, die kan ik sowieso al fixen. Misschien staat er nog wel één in Fonolulu. En anders dan ga ik naar een blacksmith en dan pak ik gewoon drie. Er moet er vast wel één in Fonolulu staan. Dus dat gaan we doen. Even kijken. Ik doe dit er nog even in. De raw mutton. Dat we genoeg eten hebben. Dat ik nergens zorgen over hoef te maken. En dan gaan we gewoon. Dan gaan we gewoon, jongens. Oh, ik heb nog voer. Wacht, wat zit hier eigenlijk nog in? Oeps. Oh, damn. Waarom zitten hier silver coins in? Die doe ik wel gewoon even hierbij. Ik had ze allemaal hier neergezet, hè. There you go. Oh, dat zijn er 100. 10 van 10. Nice. Sick. Sick, sick, sick. Ik had trouwens ook opgezocht, jongens. Want ik had het nog aan jullie gevraagd. Ik had er niet echt antwoord op gekregen. Maar als je je armor gaat trimmen, dus ik heb nu silver trimmed, als het dan, of het dan sterker wordt als je het gaat trimmen. Maar ik had even opgezocht en het is alleen maar cosmetisch. Dus ook al zou je dit trimmen met mithril, dan krijg je niet meer armor bars ofzo. Het blijft dus even sterk. Dus ik denk dat ik gewoon deze hou, want ik vind silver het sixth. Ik vind gold, meh, en mithril, eh. Ja, we kunnen het even opzoeken. Even kijken, trimmed. We kunnen het hier echt wel zien. Even kijken, is dit mithril? Ja, dat is die. Maar we zitten nu op deze. Ja... Oké, maar dat is wel echt een luxe als je dat kan maken, want je moet maar mithril vinden. En ik heb de vorige keer ook beleefd hoe moeilijk dat was om dat te vinden. Maar dat maakt niet uit, dat komt wel. Even kijken, ik heb genoeg eten, toch? We hebben dit, deze, wat doet dit hier? Ik ken nou mijn fucking inventory, man. En we hebben, even kijken, waar heb ik nou mijn andere eten? Oh, daar. Zo, we hebben genoeg eten. Jongens, laten we eerst nog even naar Fonolulu gaan. Kijken of we daar een anvil hebben. En even kijken hoe het met mijn stadje is natuurlijk. Misschien is mijn stad wel helemaal... uitgemoord. I don't know. Misschien is er wel een bom opgevallen. Niet dat dat kan, maar je weet het nooit. Even kijken. Volgens mij is iedereen nog oké hier. Jongens, are you okay? Oh, die tempel moet ik ook nog afmaken inderdaad. Oké, ik ga proberen om... Ik heb deze week... ik heb de rest van de week vrij. Dus ik zou genoeg tijd moeten hebben om dit af te kunnen maken. En om Fonobor een beetje af te kunnen maken. Want dit moet ook echt een keer af. Ik heb alleen maar een poort. Dus ja, ik ga eraan werken, jongens. Ik doe mijn best. Beloof. Ik beloof het. Geloof in mij, jongens. Heb ik een anvil? Ik kan me herinneren dat ik toch ooit... Oh my god. Really? Juist. Wat ik dus wilde zeggen voor de crash was dat ik volgens mij... Zo, als ik me kan herinneren, had ik toch ooit ergens iets van 3 anvils of zo meegenomen? Volgens mij was dat in deze serie, toch? Ik hou echt elk seizoen van deze Lord of the Rings mod door elkaar, jongens. Ik weet gewoon niet meer wat ik wanneer gedaan heb. Maar blijkbaar heb ik hier geen anvils, dus...
Die moeten we maar ook gaan halen. Maar eerst lijkt het me handig om gewoon naar Linden te gaan. Kijken of we zo'n huis tegenkomen. Zo'n high elven hall. Met een beetje geluk misschien, jongens. Als jullie nu even op dat blauwe duimpje drukken. Is 1% kans om dat ding te vinden. Dus come on, let's go. We gaan het doen. Ik wacht even tot jullie het allemaal hebben gedaan. Ja, jongens? Oké. Okay. Ik voel hem. We gaan naar Linden. Welke zullen we doen? Deze. Harlinden. Harlond. Dat klinkt heel stom. Voorlond. Voorlinden. Wauw, wat een namen. Mythlond. Twee Mythlonds. Oké, we gaan gewoon precies hier. Ik voel dat er hier eentje zit. Let's go. Ik hoop het in ieder geval. Ik weet niet zeker, maar hij is rare. En als ik hem niet vind, dan spoel ik natuurlijk even door als ik hem niet kan vinden. En dan moeten we ook nog een goede enchanted boek hebben. Hè? Misschien krijgen we wel... Wat heb je ook weer voor enchanten waar je echt helemaal niks aan hebt? Bijvoorbeeld, hoe heet dat met dat spinnen? Arthropods of zo? Bane of Arthropods? Ik bedoel, sure, het is handig voor spinnetjes killen, maar come on. Ik wil sharpness, ik wil fire aspect. Ik wil gewoon fucking badass beast shit. Dat wil ik. Let's fucking go. Oh, ik wil zeggen, zijn dit orks, maar natuurlijk niet. Dit zijn elfjes. Oh, en ik kom hier in mijn dwergen armor. Oeps. Ja, ik denk niet dat ze het een probleem gaan vinden, toch? Hallo? Ze zijn nog aan het laggen. Ik vind het prima. Jongens, wow. Ze staan hier wel allemaal mooi op een rijtje, hé. Altijd die elfen zijn altijd zo nice. Altijd zo netjes. Ik ga er gewoon bij staan. Hoppakeetje. Je ziet me gewoon niet meer. Ik speel nu als deze vrouw. Jongens, welkom bij... Oh. Jullie verpesten het echt ineens. In ieder geval, ik ga even eentje zoeken. Als ik eentje tegenkom, jongens, dan ben ik weer terug. Wens me succes. Here we go. Wauw. Jullie konden net zien dat ik naar deze boom toe liep. Het zegt 10 seconden later nu of zo. En moet je kijken. Yes. Oh, yes. We hebben er nu al één gevonden. Are you serious? Wat is dit, man? Waarom? Waarom crasht mijn Minecraft ineens zo vaak? Kijk me aan. Waarom? Jongens, ik weet niet wat het is. Holy shit. Dat was altijd een ding van Project Mother Earth. Van de livestreams. Als ik dan ging livestreamen. Dan ging ook altijd mijn Minecraft crashen. En dat komt nu weer echt weer terug of zo. I don't know wat het is. I don't know. Misschien is het een slecht teken. Of misschien is het wel een teken dat Project Mother Earth seizoen 2 eraan komt. Oeh, daar hadden jullie nog niet over nagedacht, hè? Nee, grap, ik doe het echt niet expres. Anyway, we zijn er. Dus holy shit, we zijn bij de High Elven Hall. Hopelijk was dit niet de enige chest die er was, want hier zit geen enchanted books in. Maar we hebben wel heel veel eten. We hebben sla. Oké. Lambus bread, dat is heel nice. Ja, dat vult heel erg. Brood en appels, die neem ik ook sowieso mee. En peren, waarom ook niet? Ik neem het gewoon allemaal mee. Sowieso appels zijn handig, want ik wil nog zo'n boar, zo'n varken temmen. En daar heb je ook appels voor nodig. Dus dat is nice dat we het nu even hebben. There you go. Jongens, kijk hoeveel eten ik heb. Eten voor days. En hier ligt ook nog allemaal shit. Oh, dit is een... Kan ik deze bakken? Oh, shit. Oh, nee, dat was ook nog een appelkruimel, zag ik. Dat stond bovenin. Apple crumble. Dat is serieus mijn favoriete taart, jongens. Laat even serieus... niks met Noord-Links te maken. Laat in de reacties weten wat jouw favoriete taart is. Mijn favoriete taart is appelkruimel. Holy shit, dat is zo lekker. Oké, we gaan weer verder. Ik moest even kwijt. Oké, geef me de brood. Geef me de appel. Wat is dit? Iets... Nee, dat ziet er niet echt lekker uit. Nog een appeltje. Lambus bread. Je bent welkom. En een peertje. Nog meer. Oh my god. Oké, geef alles maar. Holy shit, gek. Ik ga nooit meer naar de hobbits als ik eten wil. Ik ga hierheen. En wat is dit? Dit geeft je strength. Oh, plus 130% attack damage. Oh, nice. Oké, I'll take it. Heb ik nu ook al die borden opgepakt? Oké, we hebben 10 borden. Misschien kan ik dat wel in Phonobor gebruiken of zo. I don't know. Was dat de enige chest? No, dus we hebben geen enchanted books gevonden. Ah, dat is jammer. Dat is heel erg jammer. Maar kan ik deze dingen... Ah, ik wil een cake meenemen, man. Geef mij een taart. Hoe pak ik een taart op? Ah, man. Helaas, jongens. Ik neem dit spul ook mee. Ik neem er wel 2. Ik vind het zo jammer dat dat niet stackt. Maar ja, het zal wel. Oh, dit is moderate en dit is light. Dus deze is iets sterker. Die duurt 40 seconden. Helaas, jongens. Helaas. Ik vind deze banners wel echt sick, trouwens. Daar neem ik ook gewoon eentje van mee. Oh, en die torches zijn ook... dat blauwe torch, dat is zo nice. Ik neem het gewoon allemaal mee. Ik ga straks een dikke combi maken van... Oh, ik haal... Wat? Ik haal al die dingen los. Ik moet die torches hebben. Ik ga straks een dikke combi maken, jongens. Phonobor wordt een combi tussen elfen en dwergen shit. En dat is heel raar, want zoals iedereen weet natuurlijk. Elfen en dwergen, die mogen elkaar niet helemaal. Maar in mijn wereld wel, jongens. In mijn Mother Earth is iedereen vriendjes. Behalve met Mordor natuurlijk, want dat zijn nog steeds bitches. Maar jullie snappen waar ik heen ga. Jullie snappen het. There you go. Zo is het wel genoeg. 7 banners. Oké, ik neem ze wel gewoon mee. Oh, bookshelves. Dat is handig.
Ja, die heb ik nodig. Of de boeken in ieder geval. Want als ik ooit toch een enchantment table ga maken, heb ik in ieder geval boekjes nodig. Stonden die ook beneden nog? Dude, dit is toch een loothuisje dit. Dit is niet normaal. Holy shit. Holy shit, 16? Oh, je kan er nog 16 uithalen. Oh, dat bedoelen ze. Oh, en hier 11. Oké, ik snap hem. Jongens, dat was groot. Wie ben jij? No elf would follow one as young in deeds as you into war, vond ik snel. Can we trust you? Yo, hoeveel heb ik voor deze dude? Wat is dit voor iets? Ik heb geen idee. Hi Els. 137 man. 137. En hij wil niet met me praten. Ik heb denk ik 150 nodig, hè. Ai, bijna. Oeh, anders kunnen we een dwergen- en elfenleger maken. Oh, dat klinkt wel cool. Dat klinkt wel cool. Oké. Ik ga nog een huis opzoeken, jongens. Dus wish me luck. Ik ga er weer heen. Ja, we gaan ervoor. Oh, ik kom ondertussen wel dit hier tegen. Dus niet wat we zoeken. Maar volgens mij is dit een blacksmith, denk ik. Dus als er anvils zijn, dat kan ik ook heel goed gebruiken. Dan hoeven we niet meer naar Gondor of zo. Gondor, waarom sprak ik dat zo raar uit? Ik weet niet. Hoppakee, anvils. Nice, dips. I'm sorry, bruh. Oh, wat heb jij voor mij? Oh, wow. Oh, dit is interessant. High elven helmet. Een high elven pickaxe. Een high elven chestplate. Een high elven axe. En een high elven horse armor. Wil ik hier iets van überhaupt? Ik bedoel, die helm. Nee, laat me zitten. Wat wil je kopen van mij? Strings? Nee, heb ik niet. Nee, ik heb kool. Maar dat ga ik je niet geven, dus I'm sorry, bruh. I'm sorry. Ik neem je anvils mee. En ik neem deze mee. Dude, deze blokken zijn nice. Oh my god, wat zijn dit voor blokken? Carved? Wat? Carved high elven brick. Nice. Dude. Ik neem alles mee. I don't care. Wow, gek. En iron? Hebben we die iron nodig? Oh, deze iron wel. Wacht eens, kocht jij gold ore? Waar ben je? Is hij hem gepiept? Hallo? Waar? Oh, hij loopt naar buiten. Yo, wilde jij... Oh my god, is dat gold? Volgens mij wil hij gold, of niet? Oké, wacht. Ik ga wat proberen. Jongens, dit is een trucje. Let op, hè. Ik heb gold. Hier, wil jij gold van mij? Wil jij mijn gold? Neem het. Hier. Oh my god, je bent retarded. Je hebt net je eigen gold gekocht. Thanks. Oh my god, ik kan niet eens alles oppakken. Holy shit. Wat heb ik niet nodig? Heb ik nog een pouch? Heb ik nog een pouch? Ik heb toch twee pouches? Oh, hier is er nog één. Ik heb nog één slot, dus daar doen we gewoon even de carrots in. Ja, there we go. Thanks, man. Goed zaken doen. Goed zaken doen. Wil je ook iron of wilde je dat niet? Even kijken. Oh my god, hij wil ook iron kopen. Dit is geniaal. Holy shit. Oké, wacht. Werkt dit serieus? Oh my god, je bent een retarded. Je bent serieus. Dit is zo grappig. Holy shit. Nou, dit was ook wel geinig. Maar jongens, ik ga weer verder zoeken, oké? Bam. 2 fucking elvenhals. Holy shit, ik heb geluk gehad. Die blacksmith was serieus daar zo. Kun je hem nog zien? Nee, maar dude. 2 naast elkaar. Als hier geen enchanted books in zitten, weet ik het ook niet meer. Jongens, duim alsjeblieft. Druk op dat blauwe duimpje omhoog. Het ligt aan jullie. Het ligt aan jullie of ik wat vind. Let's fucking go. Hier gaan we. Go. Please. Oké, maakt niet uit. We hebben er nog één. Ik neem al het brood mee. Carrots. Die kan ik wel in mijn pouch doen, toch? Als ik het even zo gooi en dan oppak. Yes, dat werkt. Oké, nice. Silver coins. Arrows, altijd welkom. Appeltje erbij. Gooi ik ook even weg. Kan ik hem ook oppakken. En die dek hoef ik niet. Oké. Al het eten is zo verleidelijk, maar dat pak ik de volgende keer wel, denk ik. Oké, even de bookshelves. Jongens, we doen echt ziek goede zaken hier. Holy shit. Let's go. We gaan naar de andere. Jongens, come on. Ik weet dat jullie het kunnen. Let's go. We gaan ervoor. Damn. Oh my god. Geef me een enchant boek. Maakt niet uit. Ook al is het iets met fishing. I don't care. Ik wil een enchant boek. Jongens, come on. Geef me die power. Geen knol power, maar mijn power. Nies power, weet ik veel. Let's go. Oh, ik werd zo blij. Maar het zijn gewone boeken. Helaas. Oké. Damn. Holy shit, iedereen gaat ineens praten, gek. Helaas, jongens. Maar we hebben er nu 3 gehad. En we hebben niks gevonden. Maar deze dingen zijn zeldzaam. Dus, hey, het is niet zo raar dat we niets gevonden hebben. Maar jongens, ik zeg, we gaan in de volgende episode verder met zoeken. Dan vinden we er vast wel één. Sowieso...
Sowieso, als jullie even op dat blauw duimpje omhoog drukken, dan gaat het zeker wel lukken, jongens. In ieder geval, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken van deze video. Vond je hem leuk? Druk dus op dat blauw duimpje omhoog en doe het sowieso, want dan krijgen we meer kans om iets te vinden. Jongens, geloof erin. Vergeet me ook niet te volgen hier beneden op Twitter en Instagram. En vergeet me niet te abonneren hier beneden. Jongens, dan zie ik jullie vrijdag om 6 uur weer bij een nieuwe episode. Jongens, nogmaals, bedankt voor het kijken. En het enigste wat ik nog ga zeggen is... Later!